Oeh, spannend. Wauw. Ja, vind je het spannend? Nee, joh. Oh, jongens, Javan vindt het spannend. Oh, we hebben nee, hem. Nee, nee, we nee. Hebben hem. Ik heb... Dames en heren, hartelijk welkom bij de eerste... Wat wil je nou eens zeggen? Je onderbreekt me nee, de hele tijd. Nee, ga dan maar. Ga dan maar. Jongen, hou je bek dan gewoon. Ik hou mijn bek dicht. Dames en heren, hartelijk welkom bij de eerste keer Weekend League Rewards. Elite Rewards, keer 3. Want we openen ook de rewards van Javan. Die heeft dit weekend gestreden. Gestreden voor het leven. Wat heb je op je eigen account gehaald? 28. Ja, dat was een beetje lullig. Komt op 100 zijn, maar ja, ik verlies weer. Hè. Ik ben ook bekend als de choker op dit kanaal, dus. Heb je met 29-1, heb je dan top 200? Ja, mijn skill rating was wel prima. Die was 2345 of zo. En als ik dat laatste potje gewonnen had, dan denk ik dat ik wel genoeg had gehad. Helemaal prima, helemaal goed gedaan. Maar een blauw duimpje top zijn. Vergeet niet op te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Wij zijn straks ook live op Twitch. Niet als je dit ziet, dan niet meer. Maar dan... Jij bent wel vaak live op Twitch. Ik ben niet zo heel vaak live op Twitch. Nee, maar wel tijdens het weekend. Wel tijdens het weekend. Dat dus als je het Weekend League wil zien. Ik denk dat ik voor de untradable dingen ga. Ik heb voor de untradable. Ik zou het ook gewoon doen, joh. Voor de content. Daarom moet je een blauw duimpje achterlaten. Oh, en Javan heeft packluck alleen maar dit jaar. Dus gaat het u ook doen. Dat is niet... Ja, maar misschien gaat het niet naar jouw account, hè. Maar ik zal mijn best doen. Je doet het maar. Daarvoor heb ik je hier. Oké. Wat heb je allemaal al gepakt? Terwijl wij bij Elite 3 rewards claimen. Oh, easy Elite 3. Ik had met de eerste Rivals Rewards closen. Toen had ik 2 dagen daarna Ferdinand volgens mij op zaterdag, geloof ik, ja. 1.3 en toen Neymar nog. En toen Neymar nog, ja, omdat het kan. Team is niet heel best, dus eigenlijk tenzij je Werner of Rashford hebt, doe je er niks mee, denk ik. Maar goed, dat is natuurlijk mijn team. Rating? Ja, maar hij heeft gescoord omdat... Ja, een echte fan zou hem niet kiezen. Ah, je dood! Jij wil zeker dat ik Kudus kiezen? Dat wil ik eigenlijk wel, maar hij is geblesseerd nu dus. Bring me back. Het lekt bij mij. Ja, dit is nog wel goed. Deze is nog wel heel goed hoor. Mag je die dan ook als super sub gebruiken? Jawel. Nee, toch? Dat denk ik niet. Oh, dat vind je weer te veel. Je kijkt wel naar hoe duur die is ook gewoon. Ja, nou ja, een soort van wel. Goed, we hebben een 100k pakketje, 2 ultimate packs en een Team of the Week pack. En nou is het wel zo dat... je misschien oprecht wel beter goud 1 kan halen dan een walkout. Ah, ja, dit is een Champions League ding, denk ik. Ja, maar die kan dus 84 zijn. Ja. Wie is die Maria? Oh, Messi! Hey, mag ik een bedankje of? Maar dit is een tradable, hè, nu. Je hebt een tradable gekozen. Ja, dat boeit me niet. Ja, boeien. Dat maakt tijd. Die had ik vorig jaar ook, hè. Je bent een legend. Nou ja, een tradable. Ja, het zal maar mijn reet roesten. Komt u maar, hoor. Hallo! Wat is dit, joh? Een tradable rewards! Ja, als je ook gewoon de pack waarvan je het minst zou verwachten, hè? Uit allemaal. Geluk kan eigenlijk al niet op, toch? We hebben weer een walkout. Weet het niet. Is dit een... Je weet het maar nooit. Normale. Duitse walkout. Doelman Manuel of Ter Stegen. Oh, dat is wonderbaar! Nee, ja, je kan nog veel achter zitten, hè? En het zijn er Piqué, twee. Prima. Maar je hebt ook 18 dubbelen, dus ik weet niet wat daar nabij zit. Steken en die wordt nog wel duurder en 10k voor Piqué. Dus dat betekent dat je met die informe op 50k zit. En anders had je Nainggolan ook nog. Anders had je, wat is het? Wat wil ik zeggen? Anders had je 80.000 munten gehad, als het ware. Nou, Galang kunnen we nu verkopen. Kwijt voordat die icons precies komen. Daarom! Hey, het is slim, wij weten wat we doen. Ja, wij denken na. Ja, je hebt dit vaker gedaan, voor mijn gevoel ook. Volgende untradable packie. Ik zeg net van ja, ultimate pack, we hebben sowieso dan geluk gehad. Maar we hebben weer een walkout. Kom op. Weer een normale. Hey, ik wou net zeggen, dat kan, kunnen er 2 zijn, maar het is ook prima. Heb ik rating volgens mij is rating. Ja, daarom, rating is rating. Rating is rating. Het rating. Gaat om de icon is precies, het is termijn. Oké, nu dan de tradable packies. Het tradable 100k packie voor die Elite 3. Alles wat hierin zit kunnen we verhandelen, dus zo zou je zien dat we geen walkout packen. Ja, nee, dit is heel typisch. Maar dit is een, geen, dit, wat? Oké, dit is wel heel slecht. We hebben geen borderspeler uit een 100k pack. Nee, dit is echt heel slecht. Ik ga ineens een holy shit! Oké, Team of the Week pakketje, ja, laat het allemaal maar gaan openen. Werner. Ja, hier zit waarschijnlijk gewoon Ibra in en 276 weet het toch? Dat, ja, het is geen walkout, ja. Dus dan kunnen we skippen. Dus ik denk dat Messi alles heeft weggenomen. Messi heeft al het geluk opgemaakt en dat is ook helemaal niet erg. Dit kan je dus verwachten. Kan je dus oprecht beter, nou niet vergeleken met net het 100k pakketje, maar eigenlijk beter gewoon goud 1 halen. Op naar jouw account, Svenneke. 2. 2 accounts. Elite 1 had je hierop. Ik had Elite 1.
En het was niet met een heel speciaal team. Sterling, die kon er niks van. Nee? Nee, joh. Oh. Hij kan rennen, maar dan houdt het ook wel een eind op. Nou, mij lijkt het nog wel prima speler op zich, maar ja. Ja, het is natuurlijk geen heel slecht team dit, maar als je gaat vergelijken met wat ik zelf heb staan en zo. Met een iedereen kan dit zou je dit nu in principe kunnen hebben nu. Ja. Het kan. Maar iemand goed, met ervaring in de game kan dit zo hebben. Ja, de elite, het premium team of the week packs. Nou ja, het kan zijn dat je uit die twee packs maar gewoon 60k had, hebben we net gezien, hoor. Ja, dat is altijd het geval. Tot team of the season dan. Nou, laten we hopen dat hij zijn Rashford kan vervangen voor iemand met Rashford met meer cam. Nou, dat is nu in ieder geval niet dit het geval. Dit is geen Rashford. Dit is geen Rashford. Florenzi. Dat is een prima super sub eigenlijk. Hè? Rashford, hier dan? Maar het is geen Rashford. Lekker Rashford. Nou, Meppa. Nou, decent. Ja, doel, ja het kan ook niet echt. Maar, nou, Werner en Rashford is wel echt de allerbeste. Nou goed, dan maar Rashford in het elite team of the week packie. Nu in ieder geval wel worden. In vorm B, toch? Kudus! Kudus! Ja. Kudus! Lekker hij wilde hem niet hebben, maar het is een tradable dus. Lekker. Dit is nog wel goed. Naast de Ajax-speler die hij niet wilde hebben. Ja, ik zal hem niet gebruiken, maar voor hem is het wel goed. Oh, en Saha. Dan kan hij die verkopen. Oh, die heeft hij ook een tradable. Dat is spijtig. Een kleine rip. Het kan niet anders, hè? Dat is wel het gevaar als je nu op een gegeven moment al heel veel tradable packjes gaat kiezen. Het is geen walkout. Kom op. Die eerste walk. Geen borden. UCL weer. Commable. Dus er kan dus nog iets achter zitten. Gaat dit boven een walkout ook? Volgens mij gaat het zelfs boven een icon. Ik had toen, voordat ik die closer packte, toen zat zo'n gast ervoor. Ja? Ja, maar dat was wel op de webapp. Dus ik weet niet of dat het ook in-game zo is. Oké, de 100k packs, die zijn voor Elite 1 gewoon. Krijg je 200k packs. Oké, kom op, een walkout. Ja, dan heeft hij een walkoutje te pakken. Geen icon. Een normale Franse spits. Het is niet Griezmann. Je hoopt toch wel even MLP dan. Je hoopt het toch eventjes, hè. Of nog wat achter zitten, weet ik eigenlijk. Ja, maar ja, dat kan dan laag. Ja, dat is dan laag weten. Dus dat is in principe dan niet. Nee, dat is niet best. Dit is niet best. Volgende. Niet dat hij nog een walkout in zit. Ja, wel, hij krijgt nog een walkout. Ja? Hij krijgt hier nog een walkout. Als jij het zegt. Hij krijgt hier nog een. Je moet het ook even afkloppen, hè? Ja, Thiago Silva. Ja, dit is wel. Twee ratings hoger dan dit. Ja, een Rashfordje of een Werner. Een Engels of een Duitse vlag. Als het een Engels of een Duitse vlag is, dan is het kaarsje. Maar goed, je weet het maar nooit. Het is geen geen walkout. Ja, we skippen hem wel. Engels. Ja. Zit je nog een beetje goed, maar. Nee, nee. Ja, dit is triest, schandalig. Hè? Dit is schandalig. Maar ze moeten ook wat instellen, man. Met minimaal 80 of zo. Want het hele Team of the Week zit volgens mij ook vol met allemaal van die lage kaarten. In forums. Ja. Er zitten 5 spelers van onder. Ja, dit is. Ja, dit weet je ook gewoon. 3-2-80's, maar dat boeit ook niet, inderdaad. Nou ja. Nee. Siobhan, hopelijk heb jij meer geluk. Op naar jouw account! Ja dit is wel een flink goed team, hè? Dit is geen slecht team. Nee, maar €250, dus dat valt echt wel mee. Maar een Blankie zou helemaal niet verkeerd zijn, natuurlijk. Ja, die wil ik eigenlijk wel hebben, maar dan zit ik te twijfelen dat ik de Sanchez eruit moet of Kante. Oh, ga je een tradable? Ja, voor die icon packies. Ja? Oh. Ja. Oh. Content, hè? Alles voor jullie. Dus abonneer. Ook op Siobhan's kanaal. Link in de beschrijving. Ah, dit is wel een vieze sell-out, hè, tussendoor. Rashford. Ik kan hem wel aardig gebruiken, ja. Oh! Het is niet anders. Oh! Müller. Heeft hij een invorm? Nou, voor rating is het wel goed. Ik wist niet eens dat hij een invorm had. Ja, die had wel aardig gespeeld van het weekend. Onze Thomas. Wonderbaar. Met 2 goals en een assist of zo. Die is maar 25k. Kleine trading tip. Oh. Nee, dit is wel slecht. Hé, je favoriete Luc. Nee. Omdat jij het niet wil. Ja. Ja, je moet toch ook wel een beetje een super sub hier hebben. Ik heb gehoord dat hij heel vaak in de laatste minuut scoort. Dus dat is wel goed als super sub. Jij wil dat ik wegga, hè? Oké, laatste ult met pack. Hier zit een walkout in. Ja, in ieder geval een walkout mag wel. Ik voel het aan alles. En een icon. Kan. Het is een icon. Het is geen normale walkout, maar dat is ook prima. Portugees. Argentijns. RVA. Niet. Nee. Nee! Toch hoop je het voor de video. Zou het mooi zijn. Dit is. Nee, ja, dat zou prachtig zijn als je 2 keer Messi hebt. Je had dus oprecht wel beter voor de munten kunnen kiezen. Maar goed, ja, nu. De tradable pakketjes. Die zijn belangrijker. Oh, wat een slecht pakketje. Okay, in ieder geval een walkout uit het Team of the Week pack. En Rashford. Gaat het hem worden? Ik ben bang van niet, maar. Ja, een walkout eruit. Kom op. Het kan. Engels.
Delaney, die is duur. Die is 70k, dat is prima. Ja. Die is prima. Eens even kijken. Dan heb je met die twee anderen heb je gewoon easy 90k uit zijn pakketje. Dat is op zich wel prima. Hij is gewoon steady. Ja, hij is een hele goede centerback. En Kom op! Dat kan weer op. Een walkout! Ja! Engels! Ik heb wel Engels, geluk in deze ding. Engels! Engels! Duits, spits! Oh, Werner! Ja, dit is goed. Dit is 300k. Oh, we hebben hem. Hey, dit is ziek. 340 is 340. Ja, dat heb ik liever dan goede dingen in tradable packs. Zeker. Ja, liever dit dan, dan je player picks en zo. Even. Je moet bedankt voor het kijken. Blauw hebben ze top zijn. Vergeet niet te abonneren. En Messi!